Goedemorgen iedereen! Voilà, welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah, let's go! Het is echt mega schoon weer. Het is vrijdagochtend, de 19e. En dat is met een GPS natuurlijk, want we zijn onderweg naar een rommelmarkt in Ieper. Dus daar gaan we dus nu naartoe. Ja, oké, ik rij rechtdoor mevrouw. Dus we zijn nu onderweg naar Ieper, mega schone dag. Volg de weg voor 3 kilometer. Oké, en ja, we gaan een keer weer een movie hunting gaan doen. We gaan kijken wat we kunnen vinden. Hopelijk gaan we veel vinden. Ik heb 20 euro bij, wauw! Gisteren heb ik dus ook heel veel gevonden daar in Alter, maar dat heb je gezien in de vorige video. Ja, we gaan er weer een leuke voormiddag van maken. En we gaan het wel zien wat we allemaal gaan vinden. Hè. Ik kijk er alleszins naar uit. En jullie ook, hè? Jullie ook, hè? Want ik krijg de berichtjes, ik zie de reacties en jullie vinden het tof, hè? Allee, we gaan een keer verder. Let's go! Yo! En ondertussen zijn we dus weer thuis gekomen van de rommelmarkt in Ieper. Ja, ik heb echt niet veel gevonden. Het was niet zo'n grote rommelmarkt. Er lagen wel wat films, maar niks naar mijn hoesting. Ofwel te duur. Er waren er veel films van 2 euro en 3 euro. En sorry, maar voor dvd's geef ik echt max 1 euro. Tenzij dat echt iets heel speciaals is ofzo. Ik ga het misschien een keer 2 euro geven, maar echt meestal is het gewoon 1 euro of minder. Dus ja, in totaal heb ik 2 titels gevonden. Het is al dat ik gevonden heb. Maar, niks aan te doen. Gisteren heb ik, ik weet niet hoeveel gevonden. Vandaag niet zoveel. Heeft niet. Dus de eerste titel dat ik gevonden heb was The Son of No One. Met Al Pacino en Channing Tatum. Ik weet totaal niet of dat een goede film is. Maar mijn collega Adam zegt altijd Al Pacino is meestal goed. Dus ik zag hem die liggen voor 1 euro. Dus heb ik hem meegepakt. Dan de volgende heb ik het eerste seizoen van. En binnenkort komt ook de hoofdacteur naar Facts. Daar hebben ze gisteren of eergisteren aangekondigd. En dat is de complete second season van Arrow. Voilà, dat is het tweede seizoen. Ik heb het eerste seizoen, denk ik, op Blu-ray. Ik ben het niet zeker, maar maakt niet uit. Blij dat ik het gevonden heb. En die heb ik 2 euro betaald. Dus 2 euro voor een volledig seizoen is al eens gehaald. Dus blij. Maar ik heb dan nog iets gekocht dat eigenlijk totaal niks met films te maken heeft, maar dat ik gewoon de max vind. Waarom vind ik dat de max? Ik zie mijn eigen als, en ja, natuurlijk zie ik mijn eigen als een gewone mens. Ik ben geen dikke nek, ik ben een mens van het volk, ik ben een arbeider, iemand die al dag gaat werken, like iedereen. Ik ben niet meer of minder dan een andere. Ik kijk niet neer op mensen. Ik haat dat mensen op mij neerkijken. Dat interesseert me niet of je nu 6.000 of 10.000 euro per maand verdient. Dat interesseert me niet. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal gelijk. Of dat je nu in de kassen van een villa woont of in, like mij, gewoon een rijhuis of zo. Maakt niet uit. We zijn allemaal wie dat we zijn. En we zijn allemaal gelijk. Zo simpel is het. En dat, wat ik nu gekocht heb, dat toont eigenlijk zo'n
Ja, voor mij heeft dat een gevoel van, kijk, wij zijn gewoon gewone mensen en een arbeidersgevoel. En dat is dus gewoon een kader dat ik gekocht heb in 3D. Ik weet natuurlijk niet of dat een effect heeft op camera. Dat weet ik niet, maar ik vind dat gewoon echt max. Het is volledig splinternieuw en dat zijn gewoon hardwerkende arbeiders. Zelfs like ik, zelfs like mijn vriendin, zelfs like mijn zoon. En ik vind dat gewoon de max voor dat in huis te hebben. Vroeger heb ik zo een hele, hele grote kader gehad. Maar dat was in mijn vorige huis, bij mijn ex en al. Waar dat die kader eigenlijk naartoe is, weet ik niet meer. Maar het maakt niet uit. Ik ben blij dat ik dat gevonden. Dat was 1 euro. Dat was splinternieuw nog. Dat zit nog volledig in plastic. En nog eens een keer met zo'n 3D gedoe. Dus ik vond het echt de max dat ik dat heb. Ik weet niet, dat heeft voor mij een goed gevoel, die foto. Dat zijn arbeiders, goeie, sterke werkmensen. Voilà. Goed, voilà. Dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Nu van het weekend, dus het was donderdag en vrijdag, ben ik nu naar de rommelmarkt geweest. Nu van het weekend kan ik zeker niet naar de rommelmarkt gaan, omdat ik in de vroege shift zit. Omdat ik moet werken van het weekend. Dus komen als is geen video's meer aan van de rommelmarkt van dit weekend. Volgend weekend ben ik op weekend, dus naar Dardenne. Misschien dat we dan een rommelmarkt gaan vinden ofzo. Ik hoop het dat er daar iets te doen is van rommelmarkten. Maar we zien wel, maar normaal, we gaan het wel zien. Ik kan het niet zeggen op voorhand, we zien wel. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Geef het alsjeblieft een keer een like, dat helpt mij vooruit. Abonneer op mijn kanaal, dat is volledig gratis. En tot de volgende keer. Allee, salutjes hè. Salut!